Hallo, welkom bij het eerste broodje verf, zoals ik het maar genoemd heb. Je komt om mee te kijken in mijn atelier terwijl ik aan het werk ben. Het is een kwartiertje en het is geen les of zoiets dergelijks. Het zijn dingen waar ik gewoon mee bezig ben. Ik ga dat proberen hardop uit te leggen, zover me dat lukt. Ik ga je eventjes het atelier laten zien. Heb je een beetje idee, als je mij nog niet kent en het atelier niet kent, waar je bent? En dan introduceer ik het werkstuk waar ik mee bezig ben. Je ziet al wat van de achterkant van de ramen hier. En ik draai even het beeld om. Ja, wacht even een moment. En dan zie je hier het atelier. Gaan we eventjes een kleine rond rit doen, pigmenten, het schilderij waar ik aan werk. En nu ga ik maar gelijk eventjes laten zien wat ik vanochtend heb gedaan. Hier zie je het palet. Ik heb wat kleuren gemengd en hier is het schilderij. Ik zet de camera even vast en dan ga ik wat aanwijzen. Moment. Zo. Ik zal wat vergroten en eventjes een beetje zo. Misschien kunnen we zelfs nog dichterbij. Het gaat mij om die ogen. Die zijn nog niet af, maar ik heb er wel het een en ander aan gedaan. Binnen deze contouren van de ogen heb ik geprobeerd het ooglid wat ruimtelijker te maken en ook de irissen kleur te geven. Er zitten nog geen glimmers in het oog en daardoor oogt ze een beetje mat. Ook de omlijning eromheen is nog heel hard, het is eigenlijk een onderschildering. En wat je verder ziet in de huid is ook nog absoluut niet af. Het is zeg maar de tweede onderschildering. Ik heb eerst een verdaille gemaakt, dat wil zeggen een soort opzetje dat alles in groen was. En dan heb ik het over de huid. En daarna heb ik een semi-transparante onderschildering gemaakt, nog aan de donkere kant, met wat felle kleuren. Dat is eigenlijk wat je nu ziet. En vanochtend, voordat ik hier begon, heb ik de ogen in principe een beetje uitgewerkt voor dit moment. Daarnet liet ik het palet zien. En nu ga ik eens eventjes kijken of ik wat licht op de huid kan gaan aanbrengen. Het is nog een beetje donker en dus heel fel. Nou, helaas hebben we nu nog geen tweede en derde camera. Dat hopen we wel binnen afzienbare tijd voor elkaar te krijgen. Ik weet niet of ik in beeld ben. En dan kan je meekijken op het palet en dergelijke. Maar vooralsnog moet je het met mijn uitleg gewoon doen en kijken wat er gebeurt. Ik ga nu eens eventjes wat lichte toetsen zetten op gebieden in het gezicht die veel licht vangen. Het licht komt van deze kant, zowel hier in het atelier als op het schilderij. Werkt wel prettig. En dan ga ik eens even kijken, waar vangt het gezicht veel licht? Ik moet er even een brilletje bij opzetten. En nou, hier. Het is nog steeds een soort van transparante verf. En hier, ik weet eigenlijk niet of jullie alleen maar een stok zien. Of dat je ook kan zien wat ik doe. Er is ook licht hier. Is vrij wittig, terwijl ik er toch oker en cadmium oranje door heb gedaan. Om het een beetje minder wit te maken. Hier ook wat wit. Zo direct zie je wel weer meer, denk ik. En dan ga ik eens even kijken. Ik vind het nog vrij licht. Maar dat is niet zo heel erg. Even kijken hoor. Hier nog wat meer. En dan eigenlijk, hier, dit vlakje hier bij de neus staat eigenlijk precies zo gekanteld richting de bron waar het licht vandaan komt, het buitenlicht. En vangt dus eigenlijk altijd maximaal licht. Dat zie je ook hier bij dat oogje aan de onderkant. De zijkant, die slaap, die is ook heel licht. Maar ik vind het wel een pietje aan de witte kant. Ik ga daar iets meer kleur door doen. Nou, dat heb ik hier op dat palet.
eens even kijken. Ja, volgende keer zien jullie dit ook hopelijk allemaal. Ik doe er iets meer cadmium rood door, iets meer oker. En ik ga eens even kijken wat er gebeurt als ik dat er overheen zet. Nou, kijk of het wat... Ja, zie je, dat is wat... Het lijkt allemaal heel fel, maar ik poets het een beetje uit en ik bouw het langzaam op. Hier op de, onder de wenkbrauw, die alleen in een soort schaduwvorm is aangegeven, zet ik ook wat. Hier mag het ook wat licht krijgen. Dus eigenlijk mag dat wel misschien ietsje koeler, want daar zit ook een soort kanteling. Even kijken, wat koeler. Ik doe er een heel klein beetje ultramarijn door. Dus even kijken hoe dat er dan uitziet. Een huidtint met ultramarijn. Je ziet ook dat ik al eerder in de onderschildering hier ultramarijn en nog een roze heb gebruikt, waardoor het wat paarsig is, en kobaltblauw. Dat geeft uiteindelijk een wat frisser effect. Nou, hier, ja, je ziet het bijna niet. Het is, lijkt meer een soort grijs. Maar ik heb hier een heel klein beetje ultramarijn erdoor gedaan. Eens even kijken. Dat kan eigenlijk ook wel een beetje hier. Ook al is daar ook een blos. En die wal... Ik zet dus... eigenlijk, dat zie je ook wel hier. Ik zet het vrij vlakmatig op. En begin niet gelijk alles door elkaar te poetsen. Dat kan altijd nog. Het is olieverf. En ja, dat blijft wel even nat. Hier vangt hij ook wel wat licht. Zo langs het neusje. Maar, ja, en hier. Ik ga eens even kijken of wat meer langs die wang naar beneden kan. Ik moet even mijn penseel even schoonmaken, even afvegen. Want anders wordt het een smeerboel. Even kijken. En die wang, die is zacht roze. Dus ik doe er ietsje meer weer die cadmium door. Dus even kijken hoe dat uit gaat pakken. Nou, daar ben ik weer. Dus even een beetje pielen om niet over alles heen te schieten. Ja, ik ga eens even langs die contour van die wang. Heel voorzichtig. Ik zie het groen van de onderschildering eigenlijk nog best wel goed. Dit is wat rozer. En de huid ligt vaak langs de rand. Klein beetje op. Nou, het begint al wat beetje te komen. Hij wordt wat minder plat nu er wat licht op de huid valt. En misschien kan ik dat ook wel nog een beetje hier doen. En die neus heeft in het midden ook een soort roze licht. En dat loopt door op de neusbrug. En ook hier aan de onderkant. Het is een beetje een zacht penseeltje. Nou, en dan gaat het mis. Dat hoort er ook bij. Het schiet een beetje over het... Ik schiet over het neusgat heen. Dat is jammer, want dan raak ik de vorm kwijt. Maar ik heb een wattenstaafje. En dan haal ik dat gelijk even weg. Zo, hoppa, weg ermee. Nou, even toch weer opnieuw proberen langs dat neusgat wat licht te zetten. Roze licht. En die kan ik verbinden... He, dat vlak met dat. Als je door je oogharen kijkt, zie je al iets wat... Het gezichtje wordt al wat ruimtelijker. Dus ik ben eigenlijk de lichte partijen aan het hoge. Het is nog niet de definitieve vorm. Hopelijk zie je dat volgende week een stuk verder, de huid. En anders moet je het een beetje op Facebook volgen. Wat ik er zoal aan doe, aan het schilderij. Of op Instagram. Nou, even kijken of ik hier ook wat... Ja, is die slaap, die vangt best wel veel licht.
En die ga ik toch weer wat, ja, iets witter doen, zoals ik begonnen ben. Kijk, het is geen wit hoor, maar het lijkt wit op het schilderij. Oké, nou, je moet niet te veel verf, niet te veel verf op het penseel. Het is een beetje tricky. Nou ja, we gaan het gewoon proberen. Ik heb niet voor niks deze stok, want ik heb hartstikke honger en ik vind het ook best wel eng allemaal. Dus ik heb van nature ook al niet zulke vaste handen. Maar nou ja, als ik het voor elkaar krijg, krijgt een ander het ook voor elkaar. En de hulpmiddelen en trucjes zijn ervoor. Nou, dit is de magische schilderstok, zullen we maar zeggen. En alle grote meesters gebruiken het, dus ik hoef me niet te schamen. Kijk, dat gaat lekker relaxed. Een beetje licht langs die zijkant. En ik verbind een klein beetje die vlakken met elkaar, zo. En je ziet, ik weet niet, dat is misschien niet te zien op jullie beeld, maar het zijn, deze is wat gelig, die is wit, die is wat meer roze en er staat nog van de eerste laag een blos die weliswaar te fel is, maar nou, ik kan hem een klein beetje dempen, zo. En nou, even kijken hoor, ik ga denk ik ook nog even wat op de bovenlip zetten, dat is dat hele gebied hè, dat tot aan de neus reikt, dan komt dat ook wat meer naar buiten. Deze mag ook nog een beetje. Zo. En naar die bovenlip. Even kijken. Nou, het is ook best wel licht van kleur. Heeft ook weer, die bovenlip die staat ook weer een beetje schuin naar het licht toegericht, vangt veel licht. Dus daar doen we hier ook eventjes. Hier zit het meeste, lijkt het. Dat doe ik niet uit mijn hoofd. Ik heb buiten beeld een foto hangen. En, want het model is er niet vandaag. Hij komt trouwens vanmiddag op bezoek. En dan kan ik eens even kijken hoe zijn huidtint in het echt is. Want ja, je kan voor foto's werken, dan kom je een heel eind. Maar je moet toch echt je model het liefst hebben dat ze natuurlijk even zitten voor je. Maar ook dat, weet je, als het kinderen zijn en ze niet zo lang kunnen zitten, dat je eens eventjes kijkt van wat voor type huid heeft hij nou eigenlijk. Is hij een beetje getint of is hij juist heel roze of misschien wel ginger, zoals ze tegenwoordig zeggen. Ginger, en dan bedoelen ze gewoon dat iemand rossig is. Ik moet ook een beetje de klok in de gaten houden. Het kwartiertje is natuurlijk zo voorbij. Even kijken, een beetje neusvleugel. Ja, dat is natuurlijk wel leuk om dat nog even te doen. Zo, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik ga eventjes de camera pakken en dan zo. Dan kan ik misschien ook nog wat meer het van me laten zien. Zo, sorry voor de schokkerigheid, het is even niet anders. Zo. Even kijken, stelt hij daar op scherp, kan hij dat? Ja, dat kan hij. Zo. Dat zijn de kleurige gedeeltes. En nou, ik wil jullie bedanken voor de aandacht. Hups, scherp stellen. En ja, daar ben ik weer met mijn bril. We gaan proberen het ook via YouTube te streamen en alle opnamen bij elkaar te zetten in rubrieken. We zijn ermee bezig. En ja, ik hoop dat je het leuk vond om even mee te kijken. En ik vind het leuk als je reacties geeft. Kan op Facebook, dus heel makkelijk. En als we het YouTube-kanaal klaar hebben en alles, dan ja, subscriben. Hè? Dan krijg je altijd een berichtje en dan kan ik zien wie er allemaal kijken. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. En tot volgende week, want ik ga het elke week doen tijdens lunch, broodje, verf, deel 2, half 1 tot 1:15. Tot dan, dag!